Welkom weer bij kokstand.nl. We gaan vandaag met de slow juicer van Smek aan het werk. Het mooie van de slow juicer van Smek is dat hij heeft twee zeven, een grove en een fijne. De slow juicer is momenteel weer helemaal in. We gaan vandaag maken een lekker sapje met peer, appel, wat gember en wat bleekselderij. En laat ik je zien hoe de machine werkt. Het is een mooie stille machine, verkrijgbaar in vier kleuren. In het blauw, in het crème, in het zwart en in het rood. En hij is mooi stil qua functioneren. Achter zit de schakelaar voor aan. We beginnen met het appeltje erin te doen. We hebben natuurlijk mooie accessoires erbij, zoals wat borsteltjes om straks weer schoon te maken. Een deksel om op het sapbekertje te doen. En een stampertje om het aan te stampen. Zorg er wel voor dat je spullen maakt, dat je ze een beetje fijn snijdt, hè? Dat ze goed door de ingang heen kunnen, zodat de machine niet gaat blokkeren. Het mooie van deze Smek is wel, als je gaat blokkeren, zit er een achteruitste een reverse stand op, zodat we heel makkelijk de machine weer kunnen ontgrendelen. Dat is vaak het probleem bij heel veel van de slow juicers, dan lopen ze vast, dan kan je ze helemaal uit elkaar halen. Maar deze van Smek heeft het niet. De Smek slow juicer is er al vanaf €499. Kijk, zoals je ziet komt hier mooi de pulp uit en hier het sap uit. Nou, denk je zonde van de pulp, maar ja, het zijn natuurlijk allemaal vezels die je niet graag wil hebben als je met slow juicers werkt. Als je echt wel van vezels houdt, dan zou ik eerder een blender. Die zijn er ook. Maar in de tijd van weinig koolhydraten wordt het steeds hipper. Het is wel zo dat deze machine slow juice is heel erg mooi voor de gembershots, voor het tarwegras, spinazie, bloemkool. Maar met fruit zijn we natuurlijk wel echt bezig met pure suikers. Hè? Laten we dat voorop stellen. En zonder vezels komen die sneller in je systeem terecht als met vezels. Maar ja, zo hebben we voor iedereen wat. Je ziet ook dat de opbrengst mooi groot is. Je hebt weinig fruit nodig. En als je een boomgaard thuis hebt of je hebt een appel of een perenboom, daar is het natuurlijk heerlijk je ultieme ochtenddrankje gewoon waar je de dag mee gaat beginnen. Maar ook slow juicer wordt steeds vaker gebruikt in de professionele keukens. Om het sap te gebruiken in ingewikkelde recepturen. Je kan het heel mooi inkoken tot een jus, tot een fond. Of een begeleidende smaak geven aan desserts, aan groentes. Puurder als dit krijg je natuurlijk niet. Hij is nog even bezig, het laatste stukje. De laatste restje sap willen we natuurlijk graag uit hebben. En dan zetten we hem nu langzamerhand op stop. Geniet ook van jullie sapje.